Ja, ik denk dat we het eerste half uur goed gespeeld hebben, goed mee konden. 3-4 kansen gehad. Ja, dan moet je een beetje geluk hebben dat je een goaltje maakt. Aan de andere kant krijgen we die 1-0 weer veel te makkelijk tegen. Er gaat heel veel aan vooraf. Heel veel verkeers aan vooraf. En na 6 minuten al. Ja, dus dan sta je wel weer met 1-0 achter. En dan op zich gaan we daarna wel gewoon door met ja, waar we mee bezig zijn. Dus goed voetbal, goede druk naar voren. Afgewisseld met ja, kopcirkel, dus laten we hem wat komen. Ja, en dan zie je toch de laatste dat we niet vol kunnen houden tot aan de rust. En dat is dan wat jammer. Ja, want jullie hebben ja, best wel ook veel te danken aan Richard Strijker. Hè? Die houdt jullie eigenlijk in de wedstrijd tot, ja, tot ver in de tweede helft eigenlijk. In de 73ste minuut dat zij de tweede kunnen maken. Ja, ik denk dat Richard inderdaad 3-4 ballen pakt. Anders wordt het eerder 2-0. Maar ja, net wat ik zeg, je krijgt zelf ook 3-4 kansen. Misschien wel de tweede helft nog 2. Ja, weet je, als je dan die 1-1 maakt of die 2-1 uiteindelijk, die aansluitingstreffer. Ja, dan heb je nog iets om die laatste kwartier voor te voetballen. Ja, op een gegeven moment wordt het dan 2-0 en dan zie je het, ja, zie je het geloof gewoon wegzakken bij iedereen. En dan bloedt die wedstrijd in principe dood en ja, dan krijg je ook nog die 3-0 om te horen. Zij hadden ook wel behoorlijke kansen nog, hè? 2 keer op de kruising of op de lat. En ja, het had ook zomaar meer kunnen zijn als 0-3 bedoel ik. Ja, zeker. Maar ja, goed, die schieten ze niet in. Dus dan blijf je hoop houden. Maak je die 2-1 en het publiek gaat erachter staan en je hebt nog een kwartier. Ja, dan kun je nog een plan B bedenken of een plan C met lange bal of iets dergelijks. Maar goed, je moet ook een beetje geluk hebben, denk ik, om een goal te maken en af te dwingen. En dat ontbrak vandaag, denk ik. Ja, ik hoorde je trainer zojuist zeggen van misschien wel goed dat we nu uit de beker liggen. Kunnen we ons volledig focussen op lijfsbehoud in die derde divisie? Ja, dat kun je achteraf makkelijk zeggen natuurlijk. Natuurlijk willen de trainer, wil het publiek, wil dat je een ronde verder komt. Dat je een mooie club loopt voor de vereniging. Maar goed, achteraf zeg je ja, oké, nu kun je ons volledig focussen op de competitie en dat is ook goed. En we hebben genoeg te doen om erin te blijven, dus helemaal prima.